Zoete Grand Prix ondertussen op gang geschoten. Wij willen daar uiteraard alles over weten. Wat is er allemaal te beleven in het Zoete? Organisator, initiatiefnemer weet daar uiteraard alles van. Philippe Bourgault in een notendop. Wat staat er hier allemaal te gebeuren? U ziet achter ons de Prado Zoete, wat eigenlijk een museum is voor art en art on four wheels, zoals we het graag noemen. Een klein beetje geluid op de achtergrond van een ronkende motor. Dus we exposeren niet alleen kunst, maar ook kunst op vier wielen. Er zijn ongeveer 20 automerken samen onder één koepel. Maar niet zomaar automerken. Het zijn luxe automerken, premium autocars, zoals we die noemen. We hebben een ronkende namen zoals De Tomaso, Pininfarina en zo verder. Er zijn ook een aantal exclusiviteiten deze kant uitgekomen. Niets uit zichzelf, maar ze zijn hier toch, hè? Ja, absoluut. Er is bijvoorbeeld de De Tomaso, die stond een paar dagen geleden nog in New York. Die is speciaal overgevlogen naar Knokke om hier aanwezig te zijn, om alle topauto's te kunnen verzamelen. Dan moeten we het uiteraard ook nog even hebben over de fameuze veiling, zondag. Ja, het gerenommeerde veilingshuis Bonhams veilt zondag 60 auto's. Niet zomaar 60 auto's, zijn zeer selectief gekozen. En die 60 auto's gaan onder de hamer tussen 2 en 6 zondagnamiddag. Dit wordt live gefilmd, zodanig dat de Amerikaanse markt en de Aziatische markt mee kan bieden op wat wij hier verkopen in Knokke Heist. En op die manier komt Knokke Heist natuurlijk magnifiek in beeld. Daarvoor is het uur dan ook speciaal zo gekozen, hè? Absoluut, absoluut. Maar het is niet alleen deze Prado die hier staat. Zoals u kunt zien hoort u veel ronkende motoren passeren. We starten vandaag met een rally met 225 oldtimers die gebouwd zijn tussen 1920 en 1965. Er is ook nog een elegantieconcours. Ja, op de Royal Zoete Golf Club organiseren we op zaterdag en zondag een schoonheidswedstrijd. En die schoonheidswedstrijd met automobiel kunt u vergelijken met, zoals in de kunstwereld, de Picasso's en Van Gogh. Dus dit zijn de rijdende auto's, maar de auto's die we tonen op de golf, die zijn eigenlijk te kostbaar om nog op de straat te laten rijden. Dat zijn pièces uniques. Het is inderdaad super spectaculair wat er hier allemaal staat te gebeuren of wat er allemaal op poten gezet is. Ik neem aan dat dat een immense voorbereiding vraagt. Wel, dat vraagt meer dan 9-to-5 job, laat het ons zo zijn. Hè. We zijn daar eigenlijk in 2019, na de editie van 2019 mee begonnen. En natuurlijk, corona heeft de roet in de teten gegooid. Vorig jaar hebben we een kleine privé-editie kunnen doen van de Zoete Grand Prix, maar dat was met 5000 mensen. Nu spreken we waarschijnlijk over 300.000 mensen die naar Knokke komen. En zij die wensen kunnen in de voormiddag door het kopen van een ticketje via onze website de Prado bezoeken. Dus iedereen is welkom. Dit heeft wereldfaam, hè? Heeft wereldfaam en ook dankzij dat we Brugge en Oostende erbij betrekken. Want in het buitenland kent men zeer goed Brugge, maar wij weten Knokke Heist nog niet liggen. Maar doordat ze naar Brugge afzakken, zakken ze ook af naar Knokke Heist en dat maakt het uniek. Heel veel succes met de Zoete Grand Prix. Dank u wel en bedankt voor jullie aandacht. Voilà, je hebt het duidelijk begrepen. Als je deze kant op komt, richting Zoete, er staat in dit weekend inderdaad sensationele dingen te gebeuren. Sifan Knokke Heist via FM, Facebook of onze app.